Corné van Kessel, waar ik ook wel, net zoals bij Quinten, net dat stapje hoger verwacht. Natuurlijk, druk leggen is niet altijd gemakkelijk. Maar ik denk de huisman die dat een beetje Corné van Kessel is geworden door afgelopen zomer getrouwd te zijn. Ja, zijn eerste kindje verwacht. Toch ja, huisje, tuintje, kindje zoals wij een beetje zeggen. Ik denk dat hij hem een boost gaat geven. Nick is uitgerekend voor 4 februari. Dus dat is het weekend, een paar dagen na het WK. Dus we hopen dat de keer gaat meevallen of heel vroeg of net iets later. En als het met WK is, dan is het eigen land. Oostende is niet ver van Olen, van Herenthal. Dus, dat kunnen we wel opvangen. Met de kleine opkomst is natuurlijk wel een verandering die eraan gekomen. Is iemand die zich meer dan 110% inzet, doet echt alles voor zijn beroep, voor zijn crossen, alles. Voor mij is het goed geweest dat de lockdown er geweest is natuurlijk. Dan kon ik mijn eigen wat beter voorbereiden op de wegwedstrijden. Ik heb natuurlijk wel gehoopt om een iets breder programma te rijden in voorbereiding op de winter. Dat heb ik helaas niet kunnen doen, maar in augustus heb ik wel de nodige wedstrijden gereden. Het was wel een plezante groep om mee op pad te zijn. Elke wedstrijd wel andere renners bij in de wedstrijd. En ja, van iedereen wel hier en daar wat opgestoken hoe dat ze het aanpakken op de weg. En kan ik altijd meepakken naar de winter. Maar ik denk, alles wat Jan Corné vraagt, zal hij doen. Dus ik denk, dat stapje hoger dat ik gevraagd heb, gaat hij ook doen. Dus de trainingen zijn plezant, de samenwerking met Bart en Quinten plus al de andere renners die verloopt eigenlijk goed.